lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik heb gelijk ook boodschapjes gedaan. Jullie hebben gezien dat ik ook even bij Vodafone binnen reed. Maar dat is nog niet goed. Nee, mijn telefoon die wordt heel snel donker terwijl die op 10 minuten staat. Dus er is nog wat aangeschakeld. Wat weet ik niet. Dat die zomaar donker wordt, het scherm. Dus ik kan amper wat doen met Pokémon en dat vind ik niet leuk. Maar oké, het maakt niet uit. Ik ben daar geweest, maar het is nog niet goed. Frodo'tje. Frodo. Oh, die wil nog niet. Nou, dan niet. Maar het is ook koud. Oh, echt gemeen koud. Kom door mijn thermohandschoenen heen. Kan je nagaan. Ja, kereltje. Oeh, is dat nou? Ja, ik heb wat moois. Vrouwtje heeft speelgoed voor jou al gekocht. Ja, dat zullen we even pakken. Kijken wat je daarvan vindt. Hè? Zullen we eens even kijken wat jij daarvan vindt. Zet jullie even op het aanrecht neer. Zo. Het staat wat scheef, maar zo blijft hij tenminste staan. Dat ook goed. Ja, wat is goedkoop. Van 5,99 voor 2,99. Nou ja, wie doet je wat? Kijk. Oh, nou, er komt Frodo aan hoor. Even Frodo binnen laten. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Geduld is het grote taak. Komt u maar. Kom maar. Ik ben. Goed zo, kappa. Goed zo. En dan gaan we weer terug. Zo, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, weet ik het nog niet hoe het echt moet, maar ik zie het ongeveer wel. Hij is niet compleet, geloof ik. Ik weet het niet. Nee, hij is niet compleet. Ja, kan weer terug. Heb ik dat? Ja, dat heb ik. Althans, ik zie er niks. Ja, hij is niet compleet. Ja, heb ik weer. Is dat balen? Dan hoort daar wat uit te komen en dat zit er niet bij. Nou, dan moet ik daarmee terug. Denk je wat leuks om een beetje te hebben? Ja, klanten, hè? Die doen dat. Ik denk alsnog weer terug straks. En het is al zo koud. Nou, dan laat ik jullie wel thuis hoor. En ik neem jullie er niet weer mee. Nee. Dat doen we maar niet, hè? Nee. Nou, ik ben blij dat ik altijd een kassenbon heb. Dus ja, daar kan ik mee terug. Hij is niet compleet. Nee, want er hoort wat uit te komen. Ja, dat moet je erin steken. Maar dat zit er niet bij. Dus ik ga er gewoon mee terug. Breng katten van alle leeftijden in beweging. Met één druk op de knop trekt u de aandacht van uw kat. Of komt dat eruit? Wacht even. Eén druk op de knop wordt gezegd. Ik ga nog even kijken. Nou ja, dan moet het toch... Nee, er komt niks uit. Ja, dan moeten batterijen in. Ook dat moet erin. Maar... Ga je eens verder kijken. Met één druk op de knop trekt u beweegt geruisloos en verandert onverwacht van richting. Maar ja, dat zou je er toch eerst in moeten steken. Op een of andere manier. Maar dat zit er niet bij. Ja, zie je. Ik weet niet of jullie dat zien. Daar ook, eronder, zie je wat oranje aan een zwart dingetje. Dat zit er niet bij. Hoort het erbij? Maar dat zit er niet bij. Is niet leuk. Ik zie het niet hoor. Ik zie het er ook niet in zitten. Nou, ik ga er gewoon mee terug te bekijken het maar. Simpel zat. Ik ga daarmee terug zo vanmiddag. Ja, dat doen we. En dat was er nog maar één keer nagaan. Maar ja, oké.
Ik ga eerst zo meteen aan de koffie, want ik heb de hele ochtend nog niks gehad. En ik heb net medicijn ingenomen, dus ik moet nog heel eventjes wachten. En dan anders ga ik er morgen mee terug, want het is echt sterrisch koud. Nou, misschien ook straks. Ik zie het nog wel, maar ik ga ermee terug.nl. Ik vind het zonde. Toch zonde of niet? Zeg maar 3 euro. Nou, dan zal ik de spullen verder opruimen. Ja. Noedels, kaas en kijk, ik heb hier een bounty. Zometeen even een bounty erbij bij een bakje koffie. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik zie wel hoe en wat. Ik hou jullie op de hoogte. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, ik ben net weer thuis. Ik ben weer even naar de FOMA geweest met dat poezenspeelding. Nou, ze hadden niet het andere en dat andere dingetje hadden hun ook niet meer. Dus dat was helemaal uit elkaar kapot. Dus ja, of ze nieuw krijgen wisten ze ook niet. Maar ik moest ook nog naar Big Bazaar, want ik kwam tot de ontdekking dat er iets uit de wc niet meer goed was. Dus ik heb even een nieuwe gekocht. En ik heb daar ook andere speeltjes gehaald voor de poesjes. Ja, voor de poesenbeestjes. Kijk, ik kan de afloop er alweer naartoe. Hij was er net mee bezig te spelen. Hé, ga niet spelen. Ga niet spelen. Kom maar. Nee? Nou, dit is wel leuk. En vooral deze vind ik leuk. Die gaat, kijk, tuimelaar. Nou ja, en die, ja, dat gaat een beetje. Ga maar spelen dan. Kom maar, ga maar spelen. Kom dan. Kom dan, Vie. Hier ook. Pak eens aan. Kom dan, Vie. Lieve, ja. Nou ja, heeft hij wat te doen? Kan hij zijn energie een beetje kwijt? Want ik weet niet of Eowyn het wel wil doen. Hé, meisje? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Heb je wat te vertellen, schat? Wat nou dan? Hé? Nou dan? Hé? Ik zal je zo weer even eten geven. Kijk eens hoe smalletjes ze is. Ze is zo tenger. Ja, nou ja, wat doe je eraan, hè? Ja, 2 keer niks. Ze is niet ziek of wat dan ook. Af en toe geeft ze wat schuim over. Nou ja, dat is niks erg. Ik bedoel, het is niet haar eten wat ze eruit gooit. Het is gewoon een beetje schuim. Hé? Ja nou. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga tot mezelf komen, want ik ben echt wel bleh. Mijn ogen, die loopt leeg, mijn neus loopt leeg. En ik heb eigenlijk daar nog een hoop staan wat ik wegwerken moet. Maar ik heb even gegeven. Ik ben nog 2 keer die kou in geweest, dus ik ben bek al. Het liefst kruip ik in mijn bed, zo is het wel. Maar ja, slaap ik s'nachts weer niet. Nee, moet me niet dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie nog doen gaan. En tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, krijgt Kandelaf ook nog een schop van mij, per ongeluk hoor. Ik kon er niks aan doen. Ik doe mijn rechterbeen over mijn linkerbeen heen. En hij liep er net langs, wat ik niet door had. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb mijn huispak maar aangedaan, mijn trui lekker aangehouden en mijn huispak erbij aan. Want ik ben zat, ik ben moe. En ik heb het koud. Ik ben aan één kant verkouden, dus de rechterkant, mijn oog die traant, mijn neus die, nou die loopt leeg aan die kant, dat echt niet prettig. Hé, Kandafi, Kandafi. Hé, ja, hij is lief hè, kan je. En daar ligt ons prinsesje.
Hé, die is ook zo lief. Hé, die is ook zo lieve meisje, ja. Ik dat ze, ja, wat aankwam, maar ze eet ook niet veel. En ik ben erachter gekomen, ze heeft vannacht brokjes gegeten. Dus dat is toch wel weer beter. En hier hebben we ons hondje. Ons hondenkontje. Ja. Hé? Wil je het gek doen? Wil je het gek doen? Wil je het gek doen? Ja, zak met de poot ernaast. Hé. Wil je het gek doen? Ik ben het gek doen. Hm? Dankjewel, schat. Oh, zo mijn kanjer. Ja, is onze kanjer. Ja. Hé? Oh, dat internet. Ja, ik ben weer bezig een vlog naar YouTube te krijgen. Hé, wat zegt dat ding die daar zo flikkert met het groene lichtje? Die. Dat is mijn wifi en dan is het iedere keer gaat weg, maar toch alweer 30% geüpload. Dus ja, het lukt wel, maar ja, het is wel lastig. Het is steeds bidden op hoofd zegen dat het toch goed komt. En mijn lamp die wordt ook neer, er moeten ook weer nieuwe batterijen in, maar komt wel goed. Het is trouwens ook weer langer licht. Hebben jullie dat vernomen? Merken jullie daar ook wat van? Ik wel. Ik heb wel de lichten al aan, maar buiten is het wel langer licht dan het was. Dus ook, ja, wat dat er gaat, zie je toch weer dat je richting het voorjaar gaat. Maar we hebben gewoon een late kwakkelwinter. En om dat te zeggen, ja, streng op zich is die niet, maar het is wel extreem koud. Want ik had thermohandschoenen aan, maar de wind die snijdt je er gewoon de dwars doorheen. Dat is gewoon niet leuk meer. En het waren goede thermohandschoenen, want ik heb het gekocht. Voor, schrik niet, bijna 30 euro. Nou, dat vind ik nogal wat. Normaal dan haal je thermohandschoenen bij de Wieberhouwer Zeeman en dan zijn ze aardig een stuk goedkoper. Maar nee, ik vind dit wel een beetje erg. En dit was bij de HEMA, ook dat nog. Ja, ik maak reclame, maar ik word er niet voor betaald hoor, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond die in aantocht is. Voor degenen die gaan eten, smakelijk eten. Ik nog niet, nee. Is mij nog te vroeg. En ik denk dat ik er vanavond de bedtijds erin duik. Dus ik zou zeggen, voor nu een hele fijne avond. Voor later welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op, gezonder dan dat ik ben. Oh ja, nog één nieuwtje. Rebecca heeft mij gebeld. Mijn eigen huishoudelijke hulp. Ze mag weer één keer, tenminste bij één persoon, mag ze weer werken. Op therapeutische basis heeft ze voor mij gekozen. Waarom? Omdat zij de kans heeft dat zij instort of gaat huilen of wat dan ook. En als ze dan wel een cliënt had waar dat bij kon. Is voor mij gekozen. Nou, hoe geweldig is dat? Hè, dat vind ik toch hartstikke fijn. Nou, dan gaan we toch met de tweeën janken en grienen. Ja, Sam de kleine jongen die dood is geboren. En ik om mijn afgelopen 2 jaar. Ja, ik heb ellendige 2 jaren achter de rug wat ik niet heb kunnen verwerken. Dus nou krijg ik er iemand voor waar ik het wel mee, hopelijk mee kan doen. Want ik moet gaan praten met iemand. Nou ja, dat is 5 februari, andere week dus. Vrijdag moet ik ook weer dezelfde route doen die ik vanochtend heb gedaan. Enkel dan niet naar de dokter, maar psycholoog zeg maar. Ik weet niet wat hij voor beroep heeft, maar daar moet ik mee gaan praten. Maar in ieder geval, dat komt ook allemaal wel goed. Vrijdag heb ik er ook naartoe, heb ik fysiotherapie. Dat is aan de andere kant, waar ik me ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot de volgende ronde. Doei, doei.